Het is afgelopen met de breakdance, de botsauto's en de supermouse. De attracties werden vanochtend afgebroken. Afgezien van het dodelijke ongeluk afgelopen donderdag, waarbij een man van het spookhuis viel en overleed, zijn er weinig incidenten geweest. Kermiswethouder Joost Muller is dan ook zeer tevreden. Het is heel druk geweest. We hebben toch weer wat meer bezoekers gehad dan vorig jaar. De horeca en de exploitanten die hebben dat ook ervaren. En daarbij is er heel weinig misgegaan eigenlijk. Er zijn weinig arrestaties, weinig ongeregeldheden. En het is echt wat dat betreft, kijken we terug op een hele mooie kermis. Het was dan wel drukker dan normaal, toch waren lang niet alle attracties vol. De kermisexploitanten zijn daarom helemaal niet zo tevreden. Ik had er eigenlijk al niet zoveel van verwacht, omdat ik een beetje slechter plan. Maar dit had ik niet verwacht, nee. Komt u nog terug volgend jaar? Nou, niet voor dit geld meer. Ik denk voor de grootvermaakzaken en voor de spelwagens dat, de crisis wel voelbaar is. Voor de mensen dat er veel hun geld een beetje in de gaten houden. Druk bezochte week eigenlijk wel. Er was veel publiek. Alleen, we hadden wel te maken met veel kijkers. Dus ik denk dat we nog een beetje nawee hebben van de WK eigenlijk. Om het zomaar een beetje zacht uit te drukken. Ja. De wethouder heeft plannen om de kermis volgend jaar uit te breiden. Want de kermis kan nog groeien, vindt hij. Bijvoorbeeld de Noordlaan. Wij gaan straks bij de ontwikkeling van de spoorzone. Gaat er een weg komen ten noorden van de spoorlaan. Nou, dat is bijvoorbeeld een mooie gelegenheid om te kijken of we daar nog een behoorlijk stuk extra kermislint kunnen maken. En dan begin je dus ook vanaf het station meteen op de kermis en kan je tot hier doorlopen. En dat zou een flinke uitbreiding voor de kermis zijn.